Bellbottoms, een lichtgevende dansvloer en de opzwepende hartslag van de four to the floor beat van de bassdrum. Kortom, de disco. De muziek van de jaren 70, late jaren 70. Anderhalf uur duurt de zeer aanstekelijke documentaire die Leo Blokhuis maakte over de oorsprong en vooral de invloed van deze dansmuziek. Tot op de dag van vandaag, neem Daft Punk, Get Lucky, gewoon disco eigenlijk. Toch? Ja, absoluut. Laten we die muziek tot het laatst bewaren, want dan zien we dat de disco er nog steeds is. Anderhalf uur is lang. Je hebt het is zelfs 1 uur 3 kwartier. Je hebt er veel werk aan besteed. Ik heb er heel veel werk in zitten. Samen met natuurlijk de regisseur Arjan Vlakveld. Want die is de baas, zoals je weet, in een televisieprogramma. En we hebben daar samen met het team veel tijd in zitten. Maar er zitten ook wat mooie dingetjes die wij nog hadden. Je weet, wij maken die filmpjes voor de top 2000. Mm-hmm. En daar kwamen we nog wel eens een discoartiest tegen. En je spreekt zo iemand toch gauw een half uur, 3 kwartier. En dan komt een filmpje van 6 minuten uit. Dus daar lag ook nog wel wat mooi spul. Even, jullie, er is geen trailer. Dat is er niet bij een televisiedocument. Die hebben we zelf gemaakt. Onze Pim heeft er naar gekeken. Okay. Die dacht, oké, dit is een mooie samenvatting. Nou, kijken. Disco is like hip-hop. It's a movement more than it's a musical style. Never can say goodbye. Message music, love music, and empowerment music all in one thrust. Wow! Oh my God! What? Makusa and Mamaku, Mamasa. Baby. Lekker, mag ik die meenemen? Nou ja, die mag je zeker meenemen. In welke disco danste jij? In Amsterdam, Disco 67. Disco in 67? In Leidsestraat, ergens een zijstraat. Ik ben gek op dansen. Ook op deze muziek? Ja. Leuk. Wijde broek heb ik van die disco. Bellbottoms, ja. Ja, zo'n beetje. Maar ik ben gewoon en dit en zo, dat mocht ik dan nooit. Dat vond ik vooral erg leuk. Ja. Oké, four to the floor. Want het is natuurlijk ook... Four on the floor. Wat is disco? Nou, dat is eigenlijk gewoon een beat. En die beat is door iemand bedacht. En die man leeft gelukkig nog. Die man heet Earl Young. Was de baszanger bij de Tramps. Maar nog belangrijker, een van de wortels van disco ligt in Philadelphia, waar die Philly soul, die mooie, zwierige soul. En hij veranderde de beat naar Four on the Floor. En dat is 4 tikken, alle 4 de tellen, boom, 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 met je bassdrum. Dus dat is de grote, zware geluid, geeft dat. Daar werd in rock en in soul werd daar iets genuanceerder mee omgegaan. En hij is eigenlijk de eerste die gewoon doortelt. Maar hij leeft toch. Dus hij doet het voor. Dus we kunnen even gewoon kort kijken naar de godfather, moeten we dan zeggen, van de disco. Ja, een van de grondleggers, absoluut, zeker. Van de disco, ja. Motown was using the heartbeat, that was like this. I said, I'm gonna put 4 on the floor. So what I did, I put 4 on the floor like this. Now this is what started the disco. Now you got 4 on the floor here. Ja, dit gaat, deze demonstratie gaat nog even door, want hij doet alleen. Maar blijft is die 4 gewoon maar doorgaan met die bassdrum. Het kenmerk van disco. Ja. Eerste liedje waar hij dat op deed was The Love I Lost van Harold Melvin in de Blue Notes. En je hoort dat het best wel. Je moet op de lage. Ja. Kijk, je hebt natuurlijk ook de snare, die is wat onregelmatig, maar die lage trom, zeg maar, die gaat maar door. En dat is met alle disco. Dus en toen was er in Frankrijk iemand en die zei, ja, maar ik wil die, want je hoort, het zit er wel, maar je moet een goede tv hebben met een goede geluidsinstallatie om hem lekker. En er was een drummer, Cerrone heet die heeft ook geweldige discoplaten in de jaren 70 gemaakt. En die zegt, ik schuif die bassdrum even lekker wat meer naar voren. Daar is die. Ja. En het grappige is, dit is 1976. En als ik eventjes heel snel, en dat gaan we straks beter doen, maar naar de nieuwe nummer 1 DJ Hardwell. En die doet eigenlijk... Het is eigenlijk precies hetzelfde. Dus het begin, het heet geen disco meer, maar... Terug naar toen, de queen of disco was natuurlijk Donna Summer. Ja, die heb jij gesproken, ze is inmiddels al enige tijd overleden. Ja. Dat had te maken met een ander onderwerp, maar je vroeg haar naar Nederland eigenlijk. Daar begon ze zelf over, dat was het grappige. Ze zei, kwam je uit Nederland inderdaad? Ja, nee, dat kwam ik. Dus toen had ze meteen... Even kijken. Your Dutch
Yeah, I'm Dutch. Yeah. Oh. I just flew in and The party just yesterday, and I fly back tomorrow. Oh, good. What part are you from, Amsterdam or? Amsterdam, yeah. Oh, I've been there many times. That's where my career started, you know. Chef and uncle. Chef and uncle. When you're laying so close to me, there's no place I'd rather you be than with me. Jij zegt nu, die jongen daarachter doet lekker mee. Zo danst hem even goed. We hebben hem opgespoord. Wij hebben ook echt eens waar? Wat gedaan. Ja, volgens mij. Gerard Meijer. Ja, dat doet hij. Oh, wat goed. Ja. Oh, wat goed. Ja. Ah, geen spat verandert ook. Had u deze dans zelf bedacht? Ik heb de hele clip gemaakt in opdracht van de platenmaatschappij. Want ik was toen discjockey bij de Tros. Dat plaatje kwam uit van een nog onbekend meisje. Dat deed toen niks, zat in de tipparade. En toen kwam de plugger, Tom van der Bremen, met de opdracht om iets heel aparts te maken. Ik kreeg carte blanche. Ik ben zelf choreograaf en heb dus dat allemaal bedacht. Toen is dat bij Topop gekomen. Het werd heel veel gedraaid. Is toen nummer 5 geworden. Is daarna naar Amerika gebracht. Ja. En mede door de clip eigenlijk, want dat was de bedoeling, is het daar doorgebroken en wereldberoemd geworden. Ja, is dit een... Geweldig. Ja, dit noemen wij tussen kerst en oud en nieuw, noemen wij dit een voetnoot bij de popgeschiedenis. Dank u wel, meneer Meijer. Niet alleen de disco-artiesten, die deden natuurlijk allemaal mee. De bands die we ook vooral zien. Maar ook de rockbands die gewoon dachten van verrek. Ja, dan gaan er een paar met de buit vandoor. We doen mee. Onder andere de Rolling Stones. Ik moet eerlijk bekennen, ik vond het toen een soort gezwel in de popmuziek. Ik dacht, alles wordt disco. Ik zat net in de muziek en ik dacht, disco was toen echt een beetje voor meisjes, vond ik. En voor schrijvers, denk ik. Ja. Dat was ik toen echt nog niet. Ik dacht zelfs mijn favoriete band, de Who, de Stones. Ze gingen allemaal Kiss, disco spelen. ABBA, Queen. Ja. Ze deden het allemaal. En uiteindelijk moet je toegeven dat het ontzettend aanstekelijk en heerlijk is. Maar ja, ze deden dat interview met Ronnie Wood en Charlie Watts, inmiddels allebei 70, nu nog iets jonger, over dat... Ja, dat is... Wat is nummer? Miss You? Miss You natuurlijk. Ja, laat even kijken. I've been hanging out so long. I've been sleeping all alone. Oh, I miss you. I'm only just getting into the Bee Gees. I used to hate them. I heard Night Fever, Night Fever. Well, was the dance thing at the time, and we being such great dancers, all of us. Yeah, and we thought it was just another beat. You know, we could do disco and we could do punk, but we'd done punk anyway. But disco was just another beat, wasn't it? Yeah. I used to think, oh no, he's going again. En dan ben ik, oh no, but he can actually do it. Ja, dat hoort er ook bij, hè? Hoog zingen hoorde bij. En een grote hit. Dit is hun laatste echt grote hit geweest, eigenlijk Miss You. Het was een joekel van de hit. Ik vind het zo grappig dat Charlie Watts die maakt. Dat is gewoon een soort robot achter de geweldige drummer. Maar dat hij dan zegt, we were such great dancers. Ja. Ja. Ronnie Wood ontgaat de ironie volledig en gaat, dat is echt geweldig. Leo, ik heb me dat nooit gerealiseerd, maar op een gegeven moment had men genoeg van de disco. Men spuugde het werkelijk uit. En toen is er een dag gekomen in Amerika rond een honkbalwedstrijd. Disco Demolition Day. Ja. Het komt eigenlijk omdat disco is in de clubs door. Disco was niet zo geschikt voor radio. Net zo goed als dance nu. Gewoon, dan moet je live, moet je bij zijn. Dat was toen al niet anders. En die radio-dj's met een rockachtergrond, die kon het niet uitstaan dat daar allerlei mensen daar maar hits waar zij niks pak nog deel aan hadden. Donna Summer, Love to Love You, dat nummer dat was een kwartier of zo in de originele versie. Daar konden ze helemaal niks mee. En uiteindelijk waren ze het zat en hebben ze de krachten gebundeld. En er is er eentje geweest die heeft tijdens een hele grote honkbalwedstrijd van de Red Sox heeft die Disco Demolition Day. Dat is ongelooflijk uit de hand gelopen. Er mocht iedereen disco vinyl platen meenemen en die werden dan symbolisch verbrand op het veld. Ja, eigenlijk was dat het einde van de term disco, terwijl de muziek, je zei het net al, die gaat gewoon door. Alleen vanaf zeg maar 1980 heet het eigenlijk geen disco meer en ga je over in de dance en later de techno. Wist je het allemaal? Nee. Nee, maar daarom hebben we Leo. Je kunt er professor in worden. Maar de zaal waar men zich verzamelt om te dansen heet nog steeds discotheek. De discotheek, ja. Het is ook grappig, wij zenden die documentaire nu ook uit, of hebben nu gemaakt, omdat in Amerika was een DJ, die heette Vince Aletti. En het komt uit die underground gay scene met name in Amerika. Dat sociale aspect komt ook in de documentaire, vind ik erg interessant, hoe het ook te maken heeft met gay liberation.
En die schreef een stuk en dat noemde hij Discotheque Rock. En daarin beschreef hij eigenlijk hoe daar een muziekstijl, een muziekstroming ontstond die niks met de radio te maken had, maar die in de discotheques zich afspeelde. En dat is precies, in 1973 schreef hij dat, dus dat is precies 40 jaar geleden. Dus daar komt die naam vandaan. Het komt, die naam bestond al en die bestaat nog steeds. Alleen als muziekstijl heeft het een beetje... Nou ja, had het een beetje afgedaan, maar tegenwoordig kun je weer zeggen van kom maar op met die disco. Dat gaan we nu zien. Four on the Floor. Dit moeten we onthouden. Ja, maar ook de zwierigheid, de volheid in productie en het vieren van muziek en van het leven, zou ik bijna zeggen. Bruno Mars zit ertussen. Nou ja, dat is een grote jongen op dit moment. Dat is gewoon een disco. Dat zijn ook cadeautjes voor ons. Wij zijn al anderhalf jaar met die documentaire bezig. En Daft Punk, Bruno Mars en Avicii. Ze komen allemaal ineens voorbij en het past en waar je het ook ziet is morgens om 8 uur bij Max bij de gymnastiek. Doe jij mee? Ja! Na het wildplassen. Na het wildplassen. Oké, dit is Disco Anno Nu. Ja. Dan zien we naar Rodgers van Chic. Ja. Dus de cirkel is wat mij betreft helemaal rond. We blijven dansen. Wanneer wordt die uitgezonden? Zaterdagavond 21:30 Nederland 3. Blijf de rest van de avond blijf je bezig met dit, echt waar. Ik zie je rond kerst. Leuk, zin in. Dankjewel Leo. Tot zover, tot morgen.